zag je net een kom uit. Vuilniswagen rijden, die rijdt best lomp. Ik moet Tom even ophalen. Als we hem zien, even kijken in de gaten houden. Ja, maar de collega die was er al, maar ik zie hem nergens meer. Ja. Want daar ben net... Ik hoor iets toeteren, wacht even. Hoe krijg ik godsnaam een kutgevarenlicht uit? Oh, een stukje rijden dan op backspace. Oh, oké. Okay. Maar goed, even in deze omgeving even uitkijken naar een vuilniswagen. Deal. Oh, zei, kom eens uit voor de 4134 over. Hallo Jelle. Kom uit. Ja, ik zie hier een vuilniswagen staan. Voor mij waren we daar op zoek naar, of niet? Want ik kreeg net een bericht van mijn collega dat hij heel erg lomp ging rijden en zo. Nome, ik koppel me wel even en ik spreek me wel even aan. Voor een algemene controle, over. Ja, dat is van Nome. De motorrijder rijdt voor, dus die kan zijn stopteken wazen. Goedendag, meneer. Goedendag. Goedendag, u mag mij even volgen. Oké. Okay. En u heeft nou toestemming om de rood te rijden. 4148 ANOC. Kom. Hoort iedereen mij? Want mijn collega hoort mij als het goed is niet. Positief. 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 ...4148 OC. Kom uit. Ja, goedendag, Pietje Haarlem. Goedendag. Even een algemene controle. Mag ik even uw rijbewijs ter inzage, alstublieft? Waarom houden jullie mij eigenlijk aan? Gewoon algemene controle? 4148 voor de... Ja, inderdaad. Kreeg een melding over een afvalsverwerker die nogal lomp reed, om het zo maar te zeggen. Kijk eens aan, meneer Hollister. Ja. Kijk eens aan. Ik geef u uw naam controleren, een moment hoor. Ja. Oké, meneer, alles is in orde. Sorry voor het oponthoud en ik wens u een fijne dag verder. Oké, hetzelfde. Dank u wel. Ja hoor. Ja hoor, tot ziens. Tot ziens. Kom uit. Even kijken. Deze, er is geen boete voor een G voor het voertuig die niet op naam van hem staat. 4126 urgent achtervolging richting de luchthaven over. Gaat hier om een witte sportauto. Is er iemand in de buurt die kan koppelen? Yes, positief locatie. De bij het vliegveld nu. Locatie is gedeeld. De 34 koppelen en dan de 33. Oh. Oh. Hallo. Ja, mag even met de handen omhoog. Om wat voertuig gaat het over? Mag even uw handen op het voertuig gaan plaatsen. Wat dan? Nou, jouw rijstijl is alles behalve normaal. Oh ja, sorry. Ja, ik dacht, ik pak even uit. Ik wil van de Haarlem Exclusives. Ik al tapte net en crashte, sorry. Ja, dat zag ik. Maar jij reed met belachelijk hoge snelheid door de stad. Oh, sorry man, sorry. Goed, maak even je rijen kentekenbewijs alsjeblieft. Ja, is goed. 1 seconde. Ja. Fuck, wat moet ik in de harde zetten? Voor de politie. Jawel. Maar alleen het token VoIP is gewoon een extra ding zodat je 3D hoort. Dus als je bijvoorbeeld niet naar hem kijkt, weet je, hoor je hem slechter. Die man is tegen de muur opgereden met de auto. Ja, dat is token VoIP. 41.06 en 41.05. Je moet je even daar. Kom uit. Heeft u iets verdachts gezien in Shandy?
Totaal niet. Ik ga nu op de terugweg. Oké. Ik pak aan de voertuigen en kom ook weer terug. Is goed. Oké, ja, ik zie er al eentje aankomen. Top. Later. Oké, we gaan ook even gegevens natrekken. Kijken of de auto op zijn naam staat. Godverdomme, jongen. Oké, ben ik vrij om te gaan? Nee, ja, zeker niet. Oké, dat dacht ik al. Dus je wordt even nagekeken door de ambu. Want tegen zo'n... Oké, als je... Dat zou je echt wel... Als je niet erg vindt, ik ga even hier liggen dan. Ga jij even lekker liggen, inderdaad. Goed zo. 4133 aan de zee. Kom uit. Die noodlocatie van de MJ hoef je niet heen te gaan. Ja, we zaten even te achtervolgen. Ik ben Oké. Is goed. Ik zat hem te achtervolgen. Ik kwam daarna kwam ik hier aankijken. En hoorde van mijn collega dat hij tegen de muur was gecrashed. Ik keek dat naar hem. Toen, ja, zijn gezicht zit een beetje onder het bloed. En zijn arm ook. Dus ik ga even kijken, meneer, of alles in orde is. Nou, stop. Meneer, heeft u nog ergens klachten van uw hoofd of van uw benen? Ik heb alleen een beetje last van mijn arm. Ik heb een beetje bloed daar, man. Okay. Zit een beetje scherven daarin. Bent u bekneld geraakt of komt het door de scherven de pijn? Ik denk dat het door scherven komt, man. Dat hij me open heeft gesneden. Cleo, kun je even de auto natrekken? Ja, dat is goed. Meneer, kan u even de scherf uit uw lichaam? Ja, doe maar. Oké, collega, deze auto staat niet geregistreerd bij de RDW. Oké, duidelijk. Dus hij is gewoon gestolen. Dat wordt dan... Nee man, ik voel me tip-top perfect. Alleen als je een beetje pleister erop kan doen. Ja, ik ga kom even hier. Een drukverbandje erom geven, dat alles helemaal... Is goed, klinkt goed. Ja. Oké, hij wordt aangehouden voor diefstal van een voertuig. En daarbij gaan we zijn rijwijs invorderen. Wegens artikel 5, meerdere verkeersdelicten. Dat is goed. Zal ik even voor het transportje even vragen? Ja, alsjeblieft. Is goed. Ga ik even. OC, kom eens uit voor de 4134 over. Ja, kom over. Hi, thanks man. Mogen wij graag een transportje? Want we hebben iemand aangehouden die geen... Oh ja, ik heb even een out of character vraag voor je. Die gestolen heeft. En zijn rijbewijs wordt ingetrokken. En er wordt ook een artikeltje 5 bij hem gedaan. 41. Maar goed, mag ik heel even openporten? Dank u wel. Is iemand in de buurt van uw locatie? Even kijken. U staat op het park, klopt dat? Mag je met een Amarok mensen overplaatsen? Negatief. De 41. Locatie is bij airport die we af moeten gaan voeren. 41-33 aan de 41-48. Ja, zeg het eens. Gehoord. Mag meneer zijn weg vervolgen of ik zal even zorgen teken. Voor een... Nee, hij mag zijn weg niet meer gaan vervolgen. Hij is bij deze aangehouden. Ja. Oké, dan moet ik even... dat is vernomen. Dan moet u dat even meedelen. Ja, dat gaat mijn collega nou doen. Oké, ik voel me tip-top perfecto. Ja. Kan je naar mijn oké, dus hij is nou weer goed om aan ons overgedragen te worden. Oké. Kom op, man. Oké, dan wil ik jullie bedanken voor de snelle... Kom op, ik ben net nieuw in de stad, man. Kom op, laat maar gaan. En dan wens ik jullie een fijne dag. Ja, u ook. Is het mogelijk dat u een transportje voor bij het airport? Ja, dat klopt. Positief, dat zal dan wel in de Mercedes B-klasse zijn. Hoezo ook aangehouden? Dat is geen probleem. Hij is admin. Onderweg. Wat is dus, admin? Kan je dat frituren? Een admin kan je zeker frituren, dat is heel lekker. Als je een beetje zout opgooit, is het net patat. Nou, dat is heel fijn voor jou. Maar daar is bij dus aangehouden. De 4106 status 8. Leg eens dat even voor de rest ook even. Dat is goed. Hey, pak je rust, man. Ik ben niet tot antwoord verplicht in het recht op een raadsman, maar waarom rijdt u in een gestolen voertuig? Ik had snelle rit nodig. Naar Haarlem Exclusive, zodat ik een auto kon kopen. Ja, dat zagen we. En de snelheid was ook dusdanig hard dat ik erbij ook kan mededelen dat u uw rijbewijs kwijt bent. Ik heb geen rijbewijs. Hoe moet ik die kwijt zijn? Geen bericht. Oh, dat is helemaal mooi. Waar bent u? Ja, alsjeblieft. Blokkenpark Bank. Ja, uiteindelijk ging je me toch fouilleren of zo. Of vragen om mijn rijbewijs. En dan kon ik die toch niet tonen. Ik krijg toch die boete. Okay. Dan gaan we het nou ook doen voordat we jou gaan transporteren. Heb je iets bij je waar je niet bij hoort te hebben of scherpe voorwerpen waar ik maar kan verwonden? Ja, mijn dreadlocks zijn een beetje scherp. Oh. Kun je snijden als ik snel met mijn hoofd draai?
OC, kom eens uit voor de 4134 over. Ja, kom dat ik net surfen naar nou, ja, de persoon die gaf net zelf toe dat hij ook geen rijbewijs heeft. Dus, hey. Dus hij heeft ook gewoon. Kom op, man, laat maar gaan. Rijden zonder rijbewijs. Zeker niet. En we hebben hem bij deze ook waarom niet? Geslagen en wachten op transport. Lijkt me duidelijk, hè? Als het goed is, is transport. Jongen, die auto doet het nog maar. Hij stipt het perfect. Ik kan gewoon een Haarlem exclusief verkopen. Boete en mogelijke celstraf. Oké, ik heb nog een oude character vraag. Dat zit niet echt in. Dus we hebben in de boeien geslagen. Dus van mij apart mag je hem meenemen naar het HB. Nou, zoals jullie kunnen zien tijdens de routine. Ja, surveillance. Kom ik eigenlijk op een achtervolging tegen van mijn collega. En ik zie dat hier tussenuit naar. Dus heb ik besloten om de achtervolging mee te zetten. In de 4126 urgent, eenmaal achtervolging richting Blokkenpark met de witte Zentone over. Ik koppel over. Hij rijdt nu voorbij Blokkenpark. Richting de snelweg. De 37 zit erachter. Mensen die kunnen koppelen, graag koppelen bij... Hij draait om richting Blokkenpark. Help! We rijden nog steeds op Blokkenpark. Naar het ziekenhuis. Rij langs het ziekenhuis achter het Blokkenpark. 4116 herhalen. Snelheid is eruit, we gaan het ziekenhuis. Staat bij het ziekenhuis nu. Crash. Rijd weer terug. Negatief, rijd bij het operationeel centrum. Rijdt richting de car dealer. Linksaf komt onder de brug. Nee, gaat weer terug. De 4117 is ook aanrijdend. Geramd met voertuig. Voertuig staat te roken. Poging aanrijding, motoragent. Het voertuig staat stil over. Laat je klauwen zien! Uit je auto, handen op. Persoon stil. Collega. Bel Amber. Ja, waar is de persoon nou? Ambulance is gebeld. Waar is de verdachte? Ik denk dat hij geliefd is. Benomen. OC voor de 4126 over. Geef bericht. Ja, verdachte heeft abrupt de stad verlaten nadat we hem hebben aangehouden. Oké, vernomen. Dat wordt denk ik een grote zaak. Gaan we verder met de surveillance. Ja, vernomen. 4133 NOC. Kom uit. Kan er een motorrijder mee rijden met het arrestantenbusje? We staan voor het hek. Als het goed is, komt de 26 er al aan naar jullie toe. De 26 staat al paraat bij de parkeerplaats bij HBO. Wij zijn voor.
prison. Aanstaande complex. Ja, we noemen. User joined your channel. De overplaatsing begin. OC voor de 21. Ja, heeft u uw bericht? Wat is de wagen die u rijdt ontvangen? De zware motor BB. Oké. Heb ik het dan correct dat er twee motoren zijn en één busje op dit moment? Dat zou kunnen kloppen, weet ik niet 100% zeker. User joined your channel. Als je veilig aankomen, jongens. Hartstikke mooi. Ik ben al uit het voertuig.